Hey, jongens, vandaag gaan we nasi maken. Nasi kruiden. Ja, zo moet je niet de vlog niet beginnen. Laat beginnen zelf maar vloggen. Wij dachten in deze quarantaine om gewoon iets leuks te doen. Wij gaan namelijk kloggen. Wat is kloggen, Elijs? Kookvlogs! Okay. Vandaag gaan we nasi maken. En wij dachten... Ja, we houden gewoon van nasi. We beginnen gewoon. Het is quarantaine, iedereen verveelt zich. En wij dachten van, weet je, laten we gewoon lekker filmen wat wij gewoon elke dag koken. Ja, dus lekker onze ideeën. Laten we gaan. Nee, we gaan praten. Lekker onze ideetjes lekker met jullie uitwisselen. Nou jongens, we gaan naar de keuken. Let's go to the kitchen. Vandaag maken we een echte Serandang nasi. Wat is een echte Surinaamse nasi? Gewoon lekker nasi. We hebben, dit is alles wat we nodig hebben. We zien gember, we zien kantoor, we zien laos. We zien nasi kruiden, we zien pepers, maggieblok. Die rijst aan het wassen. En je ziet dat ze dus nu een beetje zout en ketchup zo erbij doet. En een stukje gember. En een stukje gember doet ze erbij. Dat snijdt ze zo lekker erbij. Zo in die rijst. Schwester! Letterlijk 2 minuten aan het filmen. En die Lisa en Goof hebben nu al ruzie. Omdat... Zijn we... Waarom? Waarom vertel je? Waarom? Omdat... Omdat Elisa wilde dus vertellen dat dit de banaan was. En alleen ik wil alleen... Dit was toch mijn en ik wil zeggen alleen dat dit mijn lieveling is. Ik ga even dit hier neerzetten. Goof, kom je er alweer bij of niet? Ja, laat hem maar gewoon weer komen. Ben je afgekoeld? Hier! Bello, waar is ze? Hier is ze. Oké, kijk. Ze zijn nu weer vrienden. Ik wilde gewoon het uitleggen. Les gaat lekker bakbanaan maken. Lekker banaan. En Goof maakt lekker die eieren. Die gaat ze lekker bakken. De klutsen nu zo. Doet ze allemaal. Nou, zoals je ziet is mijn moeder de banaan aan het overnemen. Want dat blijkbaar niet goed deed. Wat je moet doen is de banaan zo schuin afsnijden. Zoals je ziet. Ik deed het helemaal verkeerd. Vandaar dat ze even overneemt. Ben aan het klutsen. En Les, je moet het zo doen. Wacht even hoor, jongens. Hoezo? Ik ben gewoon bezig. Laat mij het even doen. Kijk. Wat kijk het fuck? Verschil. Jezus. Oké, het verschil. Eerlijk. Wie doet het beter? Wat ga je nu bakken? We gaan bakken. Oh ja, zal ik iets vertellen? Ja. De key van bakkabana is... Wat? Ja, wacht even. Ik ben echt zo benieuwd wat je nu gaat vertellen. Iets doms. Ja, sowieso iets doms. Ik ben ook heel benieuwd. Zoveel! Echt. Oh mijn god. Trust me. Oké. Nou, top. Dat is dus Elisa haar tip. Zout is de key voor een zoete banaan. Ja, we gaan het zien. Lekker olie. Elisa doet nu zonnebloemolie erbij. En olie is nog helemaal niet heet. Okay, ik heb hier maïzena en we doen hier dan, ik heb het hier ingedaan. En dan doen we hier een beetje water bij. En dan doe je hem eigenlijk steeds een beetje hierbij. Hier? Ja. Gaat er nu helemaal naast. Dus maïzena, water ja, en ei. Dan ga je hem steeds weer een beetje opkloppen, zodat je ei wat steviger wordt. Oh ja, top. Nee. Trouwens, dat Goofy hier heeft alle maïzena met dat water heeft toegevoegd aan het ei. En ook nog een beetje zout, zie ik. Heb ik al gedaan, maar okay, ik top. Een beetje bij, want het zijn 10 eieren. Oh, de naaitjes gaan ook zo lekker. Ja. Hoppatee, kijk. Voordat wij doen trouwens eerst ei en banaan bakken, voordat we eigenlijk gaan beginnen aan die nasi. En kip natuurlijk wassen. Zometeen gaan we lekker die kip kruiden en zo, want we gaan overkip maken, dus alles gaat in de oven. Maar dan is in ieder geval dit gedaan. En dan kunnen we daarna gewoon lekker die nasi draaien. Die snijdt dus alles zo met een vork, zo lekker. Vind je het zo kut? Ja, zo lekker. Zet je dus uien, knoflook en peper en die laos en bosui zit ze te snijden. En hierachter heeft mijn moeder ei en Elisa heeft lekker banaan. Banaan. Wil je die dat laten zien? Pannenkoeken. Zo, zit jij nou een wijntje te drinken zo lekker? Wauw. Ik heb stress van jullie. Jullie zijn wel... Ik vind dat ze verdacht stil zijn jongens, kapot. Zijn jullie aan het vreden? Gewoon eerlijk, kan je dit verstaan? Ja, man. Gebakken banaan. Morrelboom. Echt lekker. Morrelboom. Morrelboom. Echt morrelboom. Oh.
man. Zij snijdt ook nooit. Hier zie je dat die rijst van net zo lekker is gekookt nu. Met die ketchup erin, zo. En dan heb je hier dus al gekookt bruine rijst. Zo, ik krijg gewoon honger, mam. Shami, nee, hoe laat is het eigenlijk? Het is nu gewoon 7:30 al, jongens. Even serieus, we moeten echt snel gaan eten. Weet je wat ik echt het meest... Luister, als jij me hier in voelt, hè. Wat is het meest rotte als je nasi eet? Oh. Ja. Als je deze goed hebt. Nee, wat is het meest rotte als je... Stel je voor, je hebt een lekkere hap met banaan en nasi en ei in je mond. En dan en kip en kip. Dat je kip hebt gemaakt. Als jij dit weet, dan... En dan gewoon een gember. Kijk zo! Kijk, kip heb ik dit nodig. Hoeveel tintjes knoflook zijn dit? Ja, oké, okay, maakt niet uit. Vertel dan. Ja, ik heb niet geteld. Raad, jongens. Raad? Een aantal tekens genoeg. Lekker. En een beetje, kantjoer. Dus dan hebben we de soja erin gedaan. We hebben uien en kantjoer erin gedaan. En dan gaan we het lekker kneden. Elijtje heeft dus zwarte peper erbij gedaan. Ook op haar hand gepeurd. Zo, we doen deze. Ik heb echt gore handen. En dan doen we vier van deze dingen doen we erin. En dat maak je zo lekker kapot erboven. Zo. En dan doe je zo. Ik heb ze hier al open hoor. Maar dan doe je ze zo lekker kapot maken erboven. Mmm, lala kip. Mijn moeder erbij, dan doet ze er ook nog een beetje suiker bij. Een beetje? Ja. 1 eetlepel suiker gaat erbij. Voor de mensen die even willen weten wat lala kip is. Lala kip is eigenlijk dit. Lala kip is gewoon eigenlijk rauwe kip. Rauwe, witte kip. Die nog geen smaak heeft. Die nog geen smaak maar heeft. Maar ik heb het verkeerd gezegd, want dit heeft wel smaak. En wij doen dat lekker lala kip. Nog een beetje zout bij. Zo. En dan, voordat het de oven in gaat, doe je er eigenlijk zo nog lekker een beetje olie bij. Ja. Nou, dit gaat in de oven. Ik hoorde net eigenlijk dat het 1,5 uur gaat duren. Dus we komen over 1,5 uur bij je terug. Wat we dus doen, zijn 3 zakjes van dit hierin douwen. Hierin. Hup. En een beetje water erbij. Ja. En dan gaan we lekker roeren. Echt een heel klein beetje water was dit. Oké. Dan doe je het eigenlijk zo dun mogelijk. Zo dun mogelijk. Zoals jullie zien, Goofy heeft het veel te dik gesneden. Hij moet ze gewoon lekker dun snijden. Hé, Goofy? Top! Zo, banaan en ei is klaar. En die kip is lekker in de oven. En mijn moeder is hier alvast alles aan het voorbereiden voor die nasi, om die nasi te draaien. 1 ui, 4, 3 knoflookjes, laos, gember, kantjoer en 3 pruim. En zoveel kantjoer, een stukje gember, laos, een ui, een knoflook en prei. Voordat we die nasi gaan draaien, gaan we eerst die nasi kruiden zo compleet maken. Hier zie je die nasi kruiden, die prei en andere ingrediënten. Elijsa. Borrie meid. Borrie meid. Mijn moeder gaat met Elijsa dit doen. Dat is wel mijn moeder. Ik ga het alleen doen. Oh, oké. Oké. Independent woman. Oké. Even schuiven. Even. Aan de kant. Je hebt haar, geloof me. Je hebt haar nodig. Ja, doe het even. Oké, zo. Dit is dus lekker aan het opbakken. En dan doe je dus die nasi kruiden erbij. Verbakken, lekker draaien. Dit bakje erbij. Zo, lekker die prei erbij. Zo. Lekker draaien, meid. Zo. En dan moet even zo'n grof stukje uit. En dat draai je zo lekker met die kruiden mee. Die prei zo. En die... Het ruikt wel echt lekker ook. Ja, ik krijg honger. En dit bakje zo op. Oké, jongens. Als het dus iets te droog is, doe je er nog lekker een beetje olie bij. Moet gewoon lekker nattig zijn. Zo. Toppie. Een magie toevoegen aan dit zo. 2 hè? Of 1? 2. Ja, 2. 1 pakje, dus 1. Pakje, noem je dat pakje? Oh, ja, ze zitten per 2 verpakt, dus dan doe je zo 2 erbij. Oh meid, het vliegt alle kanten. Waarom gooi je dat op mij?
Zo, en dan zit die magie erbij. Ja, en dit moet gewoon even zo lekker oppakken. Het is best een mooie shot zo. Ik bedoel eigenlijk van de keuken, hè, niet van jou. Zijn zo stupid, hè? Focus op die kruiden, man. Focus op die kruiden. Nee, maar het ziet er eerlijk, het ziet er wel echt aantrekkelijk uit. Nou, ik weet niet dus niet of ik dit zo aantrekkelijker uit vind zien per se. Maar ik ruik het, daarom. Ja, oké. Okay. Als jullie dit konden ruiken, jongens, was het echt lekker. Lekker, lekker, lekker. Oké, dit is trouwens die rijst en je moet altijd ervoor zorgen dat deze goed afkoelt. Want anders wordt hij een beetje plakkerig. Dat moeten we niet hebben. Dus laat deze gewoon nog even lekker zo afkoelen. Hij is goed heet, man. Hey. Lijkt een beetje op mij, hè? Goed hot. Hey, twinning, box, jawel. Zo, dit is hier lekker aan het afkoelen voordat we dit bij elkaar gaan toevoegen. Part of the evening. Azijn. Dit is gewoon zuurgoed. We maken nu snel zuurgoed. Hoe doe je dat? Gewoon snel. Je voegt azijn toe. Yo. Zo, oh ja, ik moet even zeggen. Ik vind zuurgoed wel lekker, maar Goofy eet niet. Ik hou hier zuurgoed helemaal niet van. Goofy houdt helemaal niet. Ik snap niet hoe mensen dit eten. En ik snap dus niet hoe je je avondeten. Het verzuurt alles. Maar oké. Okay. Zuurgoed kan eten. Zo. Ik neem je woord aan. Dus, het zal wel. Suiker bij. Weet je, wat zijn dat? Pingman ballen. Hoe? Pingman. Ballen. Pap. Pingman. Zo, je dondert er een beetje suiker bij. En natuurlijk. En peper. Oké, het is nu 9 uur. We hebben nog steeds niet gegeten. Klaar. We zijn nu klaar om te eten. Elisha, als eerst opscheppen. Zo, lekker jongens. We gaan lekker eten. Het is inmiddels 9:15. We zijn altijd laat met eten. Dat is echt typisch Su. We gaan lekker eten. Yum, 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 yum. Nieuwe ideeën, nieuwe dingen. En laat vooral hieronder weten als je nog leuke recepten hebt en zo, laat hieronder weten. We kunnen jullie beloven, we hebben echt heel veel leuke dingen, heel veel leuke gerechten. Zo, duimpjes omhoog. Love! King up in that kitchen, I don't need no apron.